Het eerste wat u opvalt in de cabine is dat u 4 schermen voor zich heeft. Er zijn 2 15-inch schermen die deel uitmaken van het MirrorCam systeem, dat standaard op de nieuwe Actros en Acros zit, tenzij u VLG of ADR-rit uitvoert. Als onderdeel van de multimedia cockpit krijgt u 2 10-inch schermen, maar met de multimedia cockpit Interactive krijgt u een grote 12-inch scherm. Daar krijgt u ook het truck-specifieke TomTom navigatiesysteem bij. Er zijn andere filmpjes die dieper ingaan op de bediening van alle systemen, maar ik wil u graag een kort overzicht geven. Het rechterscherm wordt bediend met de touch control buttons op de rechterzijde van het stuurwiel. En het scherm in het midden is op 3 manieren te bedienen. Ofwel via het stuurwiel, ofwel via deze fysieke knoppen. Maar het scherm is ook een touchscreen dat door middel van swipen en drukken te bedienen is. En de bediening van de MirrorCam bevindt zich in het portier naast de chauffeur en kan aan de rechterkant worden bediend. Bedenk wel dat het ook mogelijk is om de cabine uit te voeren met een classic cockpit met traditionele buitenspiegels. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.